Maar ik ga nou ja, op zich wel even een biertje tegenaan gooien, denk ik. Ja, ja. Eentje? Kees Zethoff, een paar weken geleden sprak ik je ook. Toen zei je, ja, naar mij gaan we pas kijken wat nou echt de doelstelling wordt. Jullie kunnen zaterdag kampioen worden. Is dan nog wel nu de doelstelling om kampioen te worden of niet? Uiteindelijk, ik praat nooit over doelstellingen. Dus in dit geval heb ik het ook nooit gedaan. Het is wel zo dat ik naar de jongens zeg dat... Kijk, ieder zichzelf respecterende sportman gaat in principe maar voor één plek. Nou ja, dan weet jij genoeg. Dus we gaan ervan uit dat jullie gewoon aankomende zaterdag voor die titel gaan. Nou, kijk, wij gaan altijd voor die titel, maar het heeft geen zin om dat in doelstellingen neer te leggen. Ja, dat is iets wat je niet uit moet spreken, maar dat moet je binnen iedere stap die je zet, moet je dat laten zien. Tjeerd Westdijk, een kampioenschap of een topscorerstitel? Kies maar. Kampioenschap, 100%. Ja? Ben je zo'n teamspeler? Ja, zeker. Ik vind het leuk om te scoren, maar ik heb vorige week ook niet gescoord en ik was blij met de overwinning. Maar ik neem aan dat jouw seizoen perfect is als je ze alle twee hebt. Nou ja, als spits wil je altijd zoveel mogelijk scoren. Dus tuurlijk ga je ook voor de topscorerslijst. Maar dat is echt wel, dat hoort er niet voor mij als eerste. Zeker niet. Weet je nog een deal die je met mijn collega hebt afgesloten als je 30 goals zou maken? Ja, zeker. Ik denk dat ik hem wat verschuldigd ben aan het einde van het seizoen. Maar je weet het nooit. We hebben nog drie wedstrijdjes. Dus het kan allemaal nog. En aankomende zaterdag RVVA. Wat weet je van die tegenstander? Dat we het daar best wel lastig hadden eigenlijk. Volgens mij werd het net 1-0 door een goal van Emiel. En ja, we zitten ze dus eigenlijk goed onder druk daar zo, maar ze kwamen daar eigenlijk wel elke keer onderuit. Dus het wordt voor ons geen makkelijke wedstrijd, maar ja, voor ons is thuis is ook anders dan uit. En het wordt sowieso denk ik een andere wedstrijd dan normaal en ik ga er wel vanuit dat wij hem gaan winnen. Ik maak ze dit jaar zelf voor het eerst mee, maar kijk, het is altijd zeg maar een ploeg die van achteruit durft te voetballen, durft op te bouwen. En in de eerste wedstrijd thuis, ja, dan zetten ze gewoon volle bak druk. Ja, en kijk, dan lukte het af en toe wel om eronder vandaan te komen. En naarmate de wedstrijd vorderde, kwamen steeds dichter bij die goal. Maar nou, het was alles behalve ingraven wat ze deden. Dus ik ga ervan uit dat ze eerlijk gezegd niet zeg maar, volledig inzakken. Maar dat ze wel volgens de manier van destijds het veld ingaan. Ja, je hebt dit seizoen ook vaak over een proces gehad. Als je dan terugkijkt al een beetje op het seizoen, hoe vind je dat het proces dan is gegaan? Oké, je staat op de eerste plek, maar is het dan alsnog goed gegaan? Kijk, dat proces, dan heb ik het weer over puur de manier waarop je zeg maar, speelt. En als je beter speelt, is de kans dat je wint groter. En dat is, nou ja goed, als je dan praat over proces, is dat het proces. Maar daarnaast is het ook zo, dat vind ik ook wel mooi om te zien. Afgelopen zaterdag spelen wij de moeilijkste wedstrijd van het jaar. Vooraf aan de jongens aangegeven, zoals ik zeg maar, tegen die wedstrijd aankijken. Omdat je op dat moment zeg maar, de zogenaamde bonuspunten inhaalwedstrijd mag spelen. En als je die speelt, dan heb je een zodanige uitgangspositie dat het bijna niet meer fout kan gaan. Weet je, maar je moet het maar wel even waarmaken op een grasmatje bij Nooddorp. Waarvan je weet dat ze met 9 man achter de bal met een heel gezond enthousiasme zeg maar, een zodanige weerstand geven. Dat het wel moet lukken. Nou, dan vind ik het mooi, echt mooi om te zien. Heb ik gisteren ook in de nabespreking tegen de jongens gezegd dat er een vorm van geduld bij de jongens aanwezig is. Van joh, het gaat in principe goed, alleen het is de vraag wanneer die valt. In de rust hebben we het aangegeven, al valt hij in de 89ste minuut. Vind ik gewoon bijzonder. En we hebben gewoon ons ding gedaan. En hij valt in de 89ste minuut. Nou, dat is meer dan genoeg. Nou, ik denk dat we vorig jaar en dat jaar daarvoor, toen ik er nog niet bij was, eigenlijk elke keer net tegenaan hikte naar promotie. En dit jaar was er wat minder druk dan vorig jaar, had ik het gevoel. Dat was mijn eerste jaar. Toen moest Noordwijk kampioen worden en promoveren. En dat lukte niet. Dus dat was een soort van domper. Alleen dit jaar was de drukte wat af, had ik het gevoel. En we hebben gewoon, ik denk vanaf moment 1 hebben we bovenaan gestaan en hebben we dat eigenlijk bijna niet meer weggegeven. Hoe vier jij een titel? Hoe vier ik een titel? Ja, daar zullen wel wat biertjes in gaan en gaan we niet op camera vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, maar dat je niet naar de voetbal gaat rijden zelf? Ik denk dat ik inderdaad mee rijd, maar als ik zelf moet rijden is het ook niet erg, want ik laat mijn auto staan en we gaan je lekker ergens in de buurt pitten. Als het zaterdag 4:15 is, 4:30 en jullie hebben gewonnen, wat gaat Kees Zethoff dan doen na afloop? Nou, ik vind het wel mooi dat, kijk, bij SSC zijn we destijds ook gepromoveerd. En dan zie je daar achteraf zeg maar, de foto's en dan sta ik op een afstandje, sta ik ook te kijken naar, dat vind ik juist het mooiste beeld, weet je wel. Ik kan het zelf tussen gaan staan, maar daar zie ik er zo weinig van. Maar ik vind het heerlijk om van een afstand ook te genieten. Dus dat vind ik op zich ook wel, Maar ik ga op zich wel even een biertje tegenaan gooien, denk ik. Ja, ja. Eentje?
Nou ja, de kans dat ik zeg maar moeizaam richting huis ga tot aan het einde van de avond, schijn of zeepnacht, ja, die is zeker aanwezig. Dus dan gaan we even los, absoluut. Wij zijn er ook aankomende zaterdag, dus we houden die in de gaten. ik wou het zeggen, dan gaan we er even een wedstrijdje van maken. Weer niet? Ja, nee, komt goed. Okay. Dankjewel. Tot zaterdag. Yo.